De bodem is bij ons een belangrijk element. En doordat we wat meer zuurstof in de bodem willen krijgen, hebben we bedacht dat we zuurstof in de bodem gaan blazen via drains. Naast de zuurstof blazen we ook ammoniak en methaan in de grond. En daardoor krijg je een wat rijker bodemleven en meer opbrengst van onze grond. Waar we hier in de bodem proberen zoveel mogelijk zuurstof in de grond te krijgen, proberen we tijdens het inkuilen het zuurstofgehalte zo laag mogelijk te krijgen. Wat we daar doen is, we gaan de gras gaan we inkuilen. Dat doen we redelijk droog, 45-50%. Waardoor er meer DVE in het gras komt. En daar kuilen we de mais overheen, zodat er goed veel gewicht op komt. En tijdens het uitkuilen eigenlijk geen lucht in kan dringen in de kuil. Dus zuurstof in de grond en zuurstof uit de kuil.